There's a place I go to, but no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason, everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Of is dat weer middag bijna? Ja, ja, middag volgens mij. Ja. Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Elst. En mag ik vragen wat u gaat doen vandaag in Elst? Ik ga lekker naar huis toe. Lekker ontspannen, een beetje serie kijken, aan school werken. En gewoon lekker van de dag genieten. Maar je bent nu op station, dus ja. Wacht je nog op iemand? Of ga je... Ja, ik wacht op de trein. Ik kom van school af, dus ik wacht op de trein. En ik speel graag piano, dus vanaf ik even de tijd aan het dooien ben. Ja. Dus, en wat voor een school doe je? Op de muziekacademie op Rijn-IJssel in Arnhem. Muziekacademie? Ja. En wat leer je daar? Je leert hoe je een betere muzikant wordt, hoe je beter kan ondernemen. En hoe je laat op je eigen voet kan staan in de muziekwereld. Oké, hoeveelste jaar is bij je? Laatste jaar, derde jaar. Is het derde jaar? Ja. En dan? Kun je dan nog naar Artes of iets? Of? Ja, je kan naar het consortium gaan, maar ik wil recht gaan studeren waarschijnlijk. Dus ik ga een hele andere kant op. Maar waar komt jouw muzikale voorliefde vandaan? Ja, mijn familie is heel muzikaal. Mijn vader speelt percussie, mijn zussen spelen ook allemaal instrumenten en die zingen ook allemaal. Dus ik denk dat ik het een beetje daarvan heb overgenomen. Dat het gewoon in de familie zit. Hey, waar kom je oorspronkelijk vandaan? Word je in... Ja, in Elst, maar... ik ben geboren in Arnhem, maar mijn afkomst is Surinaams, Antilliaans en Nederlands. Een beetje een mengelmoes van... Maar je bent in Arnhem geboren? Je bent een Arnhemse jongen? Ja, ik ben een Arnhemse jongen. Ik ben hier geboren. Je vader en moeder zijn Surinaams? Ja, mijn moeder is Nederlands en mijn vader die is Surinaams. En dan krijg je dit soort... En dan krijg je dit soort gevallen. En muzikale ritmes? Ja, toch, inderdaad. En wat denk je voor de toekomst? Waar zie je jezelf... Ja, ik hoop natuurlijk met muziek mijn geld te verdienen, maar het is nog steeds een onzekere wereld. Want je kan niet, zeg maar, je hits kopen bijvoorbeeld. Dus ik hoop met muziek mijn geld te verdienen, maar ik vind recht ook heel interessant. Dus misschien dat ik daarin verder wil gaan. En is recht de HBO, de HAM? Of? Ja, en dan wil ik mijn P gaan halen en dan wil ik door naar de universiteit. Dus, je bent serieus? Ja, zeker. Hoe oud ben je nu? Ik ben 20. Ja, maar je hebt nog heel leven voor je, dus... Ja, ik heb gewoon een tijdje om door te gaan. Je vindt het niet erg om te leren? Nee, ik vind het hartstikke leuk natuurlijk. Ik ben zeer gemotiveerd, dus Waar heb je je muzikaliteit geleerd van piano spelen? Zeg maar? Heb je les gehad? Nee, ik heb eigenlijk alles zelf aangeleerd. Ik heb eigenlijk sinds de opleiding pas les in piano spelen. De rest heb ik gewoon zelf aangeleerd. Dus vroeger niet toen je klein was, niks? Nee. Ik heb wel gedrumd als klein kind, heb ik wel les in gehad en zo. Ritmisch. Dat wel inderdaad, maar muziek heb ik echt zelf aangeleerd. Piano spelen dan in dit geval, dus ja. Laat nog wat horen. Ja, wacht. Ja? Oké, iets wat je mooi vindt. Ja, is goed. Dankjewel, applaus. Bedankt hè. Hey, groetjes. Goedemiddag. Goedemiddag. Er was wat commotie van wie wat gaat zeggen. Ja, maar... ze zijn allemaal een beetje verlegen. Ja. Maar, waar gaat u naartoe? We gaan ergens lunchen en dan hebben we een workshop zometeen. We zijn op teamuitje. En wie is wij? Wij zijn van Columbus Junior. Sorry, Columbus? Columbus Junior, dat is een grote kinderopvangorganisatie in Twente. En wij zijn met het team uit Enschede zijn wij als teamleiders op pad. Wat leuk. Om hier eens te kijken hoe hier de kinderopvang is ingericht. Oké, en jullie gaan eerst lunchen? Ja. En dan krijg je een workshop. En wat wordt de workshop? We gaan een loesje workshop doen, dus we mogen een kreet bedenken. Oh, wat leuk. Dus dat is wel heel leuk. En vanochtend hebben we al inspiratie opgedaan op een hele grote BSO hier in de buurt. Dus En heb je het dan over een scar of zo waar je het over hebt? Of in Arnhem? We waren bij BSO het strand. Oké. Wat is jullie speerpunt? Waar zijn jullie goed in? Wij bieden de best mogelijke opvang voor de kinderen. En vooral gericht op hoe kunnen de kinderen zelf ontdekken. Dus hoe kunnen zij zich het mooiste zelf ontwikkelen, zelf... Heb je het over buitenschoolse opvang ook? Allemaal, ja. Okay. Dagopvang, naschools. Peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Ja, voor- en naschools. Hoe doe je het met vervoer?
Dat is inderdaad een heel interessant punt. Ook wij hadden de stints. Maar we zijn dat nu aan het oplossen met taxis en busjes en fiets en bakken. Dat is wel een ding voor jullie club. Zeker, ja. Ik hoop wel dat ze weer veilig zijn zo meteen die stints. Dat zou het mooiste zijn, ja. Dat jullie ze weer kunnen inzetten. Ja, dat hopen wij ook. Ja. En nu lekker lunchen bij Momento. Precies, ja. En dan volgende keer een workshop van mij, maar dat zeg ik zo meteen wel even. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ja. Bedankt, dames. Jullie ook bedankt. Groetjes, veel plezier. Geniet ervan. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat u naartoe? We gaan momenteel naar Doetinchem. Naar Doetinchem? Ja. En ik zie allemaal mooie Arriva. Ja, ik loop momenteel stage bij Arriva. Dus, wat zegt u? Ik loop momenteel stage bij Arriva. Oké. Okay. Vandaar dat ik ook geen buitengewoon opsporingsambtenaar beeld op mijn uniform heb. Wacht even, buitengewoon opsporingsambtenaar? Ja. Help even, u bent van de beveiliging? Nee, we zijn stewards, tenminste. De opleiding is voor steward. Oké. Okay. Cuberig worden als buitengewoon opsporingsambtenaar, dan mag je officieel dan uitschrijven en dan UVB is uitstel van betalingen, procesverbalen. Hoe werkt dat? Want ik moet even helpen. Je gaat dan als buitengewoon opsporingsambtenaar ga je bij mensen langs? Kan? Ja, opsporen van opsporen, dus echt handhaven. Precies. Ja. Van boetes die nog betaald moeten worden? Of? Laat staan boetes die betaald moeten worden, maar ook gewoon reizigers die geen vervoersbewijs bij zich hebben. En uitstel van betaling uitschrijven. Dames en heren. Ja. Mooi. Ja. En daar loop je een stage voor? Ja. Waar zit je opleiding dan? HTV, Handhaven Toezicht en Veiligheid. Waar zit die in? Graafschap College in Doetinchem. En waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ook uit Doetinchem. Dus, en ook geboren? Nee. Waar ben je geboren? In Duitsland. In Duitsland? Ja. Spreek je Duits? Een beetje, ja. Een beetje maar. Ja, een beetje. Een beetje Friede, een beetje Liebe. Ja. Nee, maar even vertellen, wat doet jou in Duitsland? Lang verhaal. Oké, okay, dat is te lang. Maar je collega zegt net, je hebt wel iets interessants te vertellen. Daar bedoelde ze iets mee. Weet je wat ze bedoelt? Ja, leg ze uit. Ja. Wat ga je vanmiddag doen? Ik ga voor mijn neutralisatie. Dus, even, voor je? Ik word Nederlander vanmiddag, dus naar neutralisatieceremonie. Waar? In Doetinchem, bij de gemeente Doetinchem. Bij de burgemeester? Bij de burgemeester. En dat is burgemeester, want we hebben hier Marcouch, hè, die doet het ook regelmatig. Ja, we hebben een nieuwe burgemeester, moet ik even gaan zoeken. Maar dat hoeft niet, nee, ik snap. Maar een man of een vrouw? Ik denk vrouw. Ja. En die gaat jou? Ja, die gaat mijn... Nederlands burgerschap? Ja. Nou, bijzonder. Ja. Feestje? Ja, feestje voor mij. Dus, want nu ben je? Officieel nog een Turk. Ja. Daar is niks mis mee, hoor. Nee, niks mis mee. Nee. Maar ik wilde graag Nederlander worden, ook voor de baan, om beter te worden. Ook, Goed bezig. Ja. En hij gaat naar de kapper. Ik ga naar de kapper, ja. Waarvoor? Want je hebt zo'n prachtige... Nee, ik moet hier aan de zijkant weer wat korter. Zie je dat? Snap ik. Als op jou. Ja, maar bij mij gaat morgen ook alles eraan. Ja, toch wel? Ja. Nou, het staat je goed, hoor. Ja. Hey, maar de kapper, en doe je er bij een speciale kapper? Bij Hardy's in Doetinchem. Dat is een hele speciale kapper. Maar doe je ook een baadje dan laten bijwerken? Ja, dat doe ik ook, maar dat kost zoveel geld, dus dat doe ik meestal zelf. Ja. En wat ben jij binnen de club? Ik heb gesolliciteerd bij Arriva als BOA, alleen ik heb de opleiding nog niet. Dus ik krijg de opleiding van die dames. Ja, en de dames doen we niet in beeld. maar ze kijken niet heel streng, vind ik. Vind je wel? Nou. Nee, ze zijn allebei echt aardig. Ja. Ja. Nou hebben die dames ook wel mazzel, dat ze met twee van die knappe heren natuurlijk op pad mogen, of niet? Ja, dat is exclusief voor hun. Dus maken ze niet altijd, niet elke dag mee. Niet elke dag mee. Doe je nog iets aan sport? Vroeger altijd boksen gedaan, ja. Oppassen. maar niet nee, meer? Nee, niet meer. Nee. Ik heb mijn pols gebroken en vandaar ben ik nooit meer... Wat is je wens voor de toekomst? Wat hoop je te gaan doen? Je wilt natuurlijk deze opleiding afmaken. Ja, klopt. En wil je ergens gaan wonen? Wat zijn je plannen? Moeilijke vraag, hè? Ja, moeilijke vraag, ja. Mag je best even over nadenken? Nee, we zijn gewoon, zoals iedereen, gewoon gezond leven. En zoals je zo vaak misschien wel hoort van gezond leven. Heb je een relatie momenteel? Woon je alleen? Of? Ik woon nog thuis. Ik ben 22 jaar, dus ik kan nog bij ons. Dus, ja, jij trouwt vanuit huis natuurlijk. Ja, ja. Bij ons is gewoon heel normaal om te trouwen. Dat is toch mooi? Om te trouwen en dan huispas te verlaten. Heb je wel een iemand op het oog die je leuk vindt? Momenteel niet, dus... Nee, je hebt tijd zat nog. Ja. Ja, ik zie de dames, ze zijn niet in beeld, maar ik zie ze wel kijken. Ik wens jullie allebei succes. Yes. Jou ook, dankjewel. Dat het gaat lukken, en bij de kap natuurlijk, maar ook met jullie. En jij ook met je
vanmiddag. Yes. Een feestje. Ja, gaat zeker goed komen. Ja. En een gebakje. Heel veel succes. Yes, dankjewel. Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets. And remember how to love.